Zoals gezegd, een gesprek met Peter de Vrede, voorzitter van het Bevrijdingsfestival Flevoland. En Paul van Sprundel, en dat is de nieuwe voorzitter vanaf morgen. Dat klopt. Dat is heel bijzonder. Goedemorgen, heren. Ja, goedemorgen. Op deze belangrijke dag. Het is een beetje oud en nieuw, hè, wat we vieren hier vandaag. Ja, inderdaad. Hoe is dat om zo naast elkaar te staan? Want ja, u geeft het stokje over aan de collega, de nieuwe collega, na al die tijd. Nee, prima. We hebben het afgelopen jaar, of meer dan een jaar zelfs, lopen we samen op. Ja. En dat voelt heel erg goed. En ik heb er alle vertrouwen in dat Paul de stokje straks prima over gaat nemen. Kijkt u tegen hem op? Ik kijk hem op, ja. Hij is toch 60 centimeter langer. Ja, 60, oh ja, behoorlijk, ja. Is het dan niet om een dag als vandaag een beetje met weemoed afscheid nemen? Ik bedoel, de afgelopen 2 jaar heb je het niet echt groots kunnen vieren. Nee. En dan nu toch nog gelukkig met een groot festival wel? Ja, gelukkig. Maar dat was ook wel bewust. Want ik wilde eigenlijk al eerder afscheid nemen. Ik vind dat jongeren moeten het overnemen. En Paul is een stuk jonger dan ik. Ja, mijn oma zei altijd, de duvel is oud. Dus. dat is waar, ja. Dat is waar. Maar ik wilde wel afscheid nemen met een mooi feest. Ja. En de afgelopen 2 jaar hebben we natuurlijk vreselijk ons best gedaan met z'n allen om er nog iets van te maken. Ja. Maar dat haalt het toch niet bij een feest zoals hopelijk vandaag we gaan hebben. Was u ook voornemens om dit jaar te stoppen of had u het door corona uitgesteld? Ik heb het door corona uitgesteld. Want u wilde eruit gaan ik wilde met eruit gaan knalfeest. Met Ja. Nou, dat knalfeest dat komt vandaag. Dan als we zo bekijken hier op de Esplanade. We hebben er zelfs een nieuw vloertje neergelegd, hè? Ja, dat gaat een knalfeest worden, zeker. Ik denk wel dat alle weersvoorspellingen zijn goed. Dus ik denk dat we dit jaar volle bak gaan trekken. Het is ook een beetje een primeur. Want het is de eerste keer dat er echt een groot festival op de nieuwe Esplanade plaatsvindt. Hè? Dat het allemaal vernieuwd is en een andere vloer erin ligt. Dat klopt, ja. En de parkjes en de grasvelden. Ja, hartstikke leuk. Ja, en dan is natuurlijk ook maar de vraag, komt het allemaal goed? Hè? Het is voor het eerst dat iets opgebouwd wordt op zo'n nieuw terrein. Hij is wel spannend, inderdaad. Ja. We hebben ook wat dingen logistiek gezien aan moeten passen, de hoop. We hebben alle maatregelen genomen. Nou ja, het podium staat op een iets andere plek dan dat we normaal doen, zeg maar. We hebben backstage hadden we wat minder ruimte. Dus we gaan meer opzij. We hebben een dek waar we zeg maar, onze sponsoren en vrienden van de vrijheid, zoals ze noemen, wilden ontvangen. Nou, dat doen we nu vandaag in dit prachtige Strand 22. Ja. Dus, dat soort dingen veranderen wel. Hoe spannend is het? Het is vooral spannend op het moment dat het vol komt. En dat verwachten we. Ja. Dan moet je de hekken sluiten. Dat doen we dan voor een zo kort mogelijke periode. En daarna gaan we natuurlijk weer open, zodat we doorstroming krijgen. Ja. Dat zijn wel even spannende momenten. Ik las vanmorgen in het nieuws dat bevrijdingsfestivals het zwaar hebben. Sommige bevrijdingsfestivals in Groningen bijvoorbeeld, die vragen nu €5 entree. Hier is het nog gratis. Klopt, ja. Hoe staat het er in Almere voor eigenlijk? Nou, wij willen het zo lang mogelijk gratis houden, zeg maar. Hè. Groningen is echt wel een soort experiment. Ik geloof dat niet iedereen daar even enthousiast over is als ik de berichten hoor. En dat begrijp ik ook wel. Want ja, waarom zou je een bevrijdingsfestival, waarom zou je daar toe gaan voor? Ze doen dit jaar daar ervaring mee op. Maar hier is dat dus niet nodig. U zegt van wij, en ook u natuurlijk vanaf volgend jaar, wij proberen dat of wij zullen er alles aan doen om dat gratis te houden. Absoluut, we willen daar proberen aan vast te houden. Ja. Wat Peter al aangeeft, het is een experiment in Groningen. En het wordt met alle 14 festivals wordt dat gevolgd en besproken ook komend jaar. Ja, mooi. We hebben het al gehad over een feest vandaag. Hoe ziet die dag eruit? Wie wil daar iets over vertellen? De oude of de nieuwe, als ik het even zo... Ik denk dat goed is voor Paul. Ja? Ja, we gaan om 1 uur gaan we starten. Dan komt de winnaar van Songs of Freedom optreden. Daarna gaan wij door met... Ik moet even spieken natuurlijk. Ja, dat snap ik. Het is een volle bak, hè? Met Paul Sinha. Dan hebben we om 2 uur ontsteken we de vlam. Dat is even een momentje voor ons allemaal. Dan hebben we kort daarna hebben we Anton, Jainda... Suzanne en Freek om 4 uur. Dat is de hoofdact die met de helikopter festivals afvliegt dit jaar. Dan hebben we wat wij noemen het 5 voor 5 momentje. Ja. En dan gaan wij door met de Rootsrijders, Ronde, de Euros en Rolf Sanchez. Die sluit af vanavond. Ja. En dan om 11 uur... Is het klaar? Zijn we klaar? Wordt een soort tropische afsluiting wordt het dan vanavond? Ja, absoluut. Nou, over die afsluiting gesproken. Want het is natuurlijk voor Peter de Vrede natuurlijk ook wel vreemd natuurlijk. Hè, om dan ineens afscheid te nemen van toch een beetje je kindje, denk ik, na al die tijd. Nou ja, vanaf 2002 ben ik dat bij is zo. Dus dat is al een 20 jaar lang. Toch, ja. Wat is dan het hoogtepunt van die afgelopen 20 jaar? Waarvan zegt u van nou, dat blijft me altijd bij? Ik kan er niet... 1 noemen, er zijn er toch echt meerdere. Hè? Het zou ook gek zijn als er 1 keer... Ja, maar iets bijzonders, dat u altijd bijblijft. Het hoeft niet per se een hoogte. Nou, altijd bijblijft is toch wel dat we Kane hadden met een rain. En het regende. En het regende keihard. Ja. 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 Hoe gaat u de avond bijblijft. Hoe gaat u de avond vanavond beleven? Vanaf de zijlijn dan al een beetje of gewoon nog vol in de organisatie?
Nee, toch wel vol in de organisatie als dat nodig is. En s'avonds is het al... Kijk, het is prima georganiseerd. Dus betekent ook als bestuur dat we s'avonds ook niet continu aan de bar moeten. En wanneer is het bevrijdingsbiertje voor jullie? 11 uur pas. Na elf in ieder geval. Goed. Okay. Peter de Vrede en Paul van Sprundel, de nieuwe voorzitter. Dus eigenlijk vanaf morgen, maar ook vandaag al een beetje. Ja, vandaag overdag. Bedankt. Mooie dag vandaag. Graag gedaan.